Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat het over voor Jan-Jaap en Malou? Ja, wat is hij mild, hè? Mild. Mild is hij geworden. Milders. Milders. En zo wordt hij nu genoemd. Ja. Genoemd, ja. Ja. Oh, god. Iets minder. Dit is Lilian Marijnissen. Ja, dit is toch altijd een beetje treurig, hè? Ja, het is zeer treurig. En dit is, ze hebben allemaal een krant weer mogen maken. Ze hadden een moment. In de ja, campagne. De Telegraaf ook. Ja. Zij staat in het midden. Dat is toch slim bedacht van Caroline van de Klas... om in het midden te gaan staan. En dit was het debat. Heb je het gezien? Ik heb stukjes gezien. Ik heb het niet helemaal gezien. Nee. En wat vond je ervan? De stukjes die ik heb gezien, vond ik moi. 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 Ja. Weet je het al waar je op gaat stemmen? Ja, ik weet wel waar ik op ga stemmen. Ik ga denk ik... Ik ga heel links stemmen. Heel links? Ja, heel links. Ik ben toch wel bang, hoor. Ik vind dat hele conservatieve wat eraan zit te komen best wel ja, want omzicht is ook best conservatief. Oeh, best. Ja. Heel erg. Ja, en ik hou toch wel van vrouwenrechten en anticonceptie. Dat is links. Vrouwenrechten ja. Is links. Dat is vrij links, hoor. Ik hou van vrouwenrechten. Nassi. Ja. Wandelen. Wandelen, lezen, anticonceptie. Ja. Ik ben anticonceptie. Ja, zo ben ik vaak genoemd. Maar genoeg over mij. Word jij vergoed? Hè? Word jij vergoed? Ik word sowieso gedekt door de verzekering. maar zie jij vermoeid? Want we zagen als eerste Wilders. Die is dus inderdaad heel mild geworden. Nou, heel waarin is hij? Hij wil meedoen nu. Ja. En ik hoorde hem zeggen, het ging over woningen of zo. Hij zei, ja, we moeten echt bouwen. En hij zei, sommige mensen willen dan misschien duurzaam. Maar die zin, dat was wonderlijk. Hè? Dus je hebt dat verhaal dat wie was het? Columbus kwam ooit aan met een boot. Het was een groep inheemse mensen die herkende die boot niet, want die kende het concept niet van een boot. Nou, dat had ik nu bij deze zin ook. Dus dat Geert Wilders, die noemt het woord duurzaam... maar je voelt dan alles, hij heeft geen... Dat zijn letters die hij nog nooit achter elkaar in een woord heeft gekregen, überhaupt. Maar is hij mild of is hij gewoon moe? Want ik heb een zoontje van anderhalf, daar ben ik normaal gesproken heel streng tegen. En als ik moe ben, dan denk ik, ja... Het zal allemaal wel, scheid maar vol, prima. Maar ben je dan opeens ook voor duurzaamheid? Als je zoontje iedere nacht om 4:15 wakker is. Ik heb wel gemerkt, dat is heel grappig met baby's... is dat zij kunnen hun hele broek helemaal vol scheiden. Mm. Als je ze 5 minuten afleidt, dan zijn ze het vergeten. En dat klinkt misschien gek. Uit, hè? Ja. Nou, dat klinkt misschien gek, maar dat is toch een beetje... wat Rutte ook met Nederland gedaan heeft. Hij heeft ons gewoon heel lang in de scheid laten zitten... en wij zijn dat vergeten en papa is nu weg. Dat ja. is wat hij... Maar het is wel lekker warm. Dat wel. Het is wel lekker warm. Was dat debat überhaupt... Ik vond het echt afschuwelijk, dat debat. Welke van de velen? Nou, ik vind, afgelopen zondag bij RTL 4... Ik vond eigenlijk alleen College Tour vond ik best wel oké debat. Ik dacht, doe dat gewoon elke week. En dan met een andere generatie die vragen mag stellen. Ja. Dat vond ik, maar dat met al die lijsters aan tafel. Daarnaast een kale man. Maar dat bleek Frits Wester te zijn. De lookalike van mijn besneden lul. En... Nou, dat is gewoon echt waar. En die ging dan meedebatteren... Is jouw besneden lul alcoholist geweest? Die heeft een slechte periode gehad. Dat hij wakker werd op plekken waarvan hij dacht... hoe ben ik hier nou beland? Had ik vannacht maar Jan-Jaap van der Wal gebruikt? Dat heeft hij wel eens gedacht. Was het jouw besneden lul op Winnaarseiland bij Expeditie? Het is overal uitgemergelde snaak. Ja, maar dat sloeg echt nergens op. Nee, ik vind dit gesprek zo langzamerhand ook. Dat ik denk, waar zit de lijn nog? Maar, mag ik een licht filosofische vraag opwerpen? Waar dit programma bekend om staat. Ja. En om jouw slechte kledingsmaak. Maar, wat nu? Nee, we gaan niks doen. Leuk dat je de tafelsprei aan elkaar hebt geknoopt. Prachtig. Jezus. Ik heb nog nooit een homo met een pakje Blue Band aangezet. Maar hij glijdt zo naar binnen. Zo lang in de kast en dan dit uitkiezen.
En toch heb ik het gevoel dat er niemand is op dit moment, maar correct me if I'm wrong, die een beetje het geheel in de gaten houdt. Kijk ook even naar jou, René. Ik vind iedereen begint toch weer zijn eigen dingetjes op te noemen en ze gaan weer kissenbissen en het wordt weer ouderwets zielig. Terwijl we hebben een wereld die in de fik staat, hele grote problemen. Waar staan de staatsmannen of vrouwen? Ik zie ze niet. Ik heb geen idee. Ik weet oprecht nog niet waar ik op ga stemmen. Ik weet wel waar ik ga stemmen. Oh. Ik ga in een ander stemlokaal stemmen als de vorige verkiezingen. Want toen kwam ik binnenlopen. En toen riep een bejaard vrouwtje van achter dat bureautje. Zei ze, wat leuk, daar komt een bolletje rood maken. En dacht ik, wauw. Wauw. Zo, hé. Echt meteen in de face. Dat ik dacht, wat is dit? Wij wonen bij elkaar in de buurt. Ja. Ik denk dat wij zo... Ik bij vorige verkiezingen, tegen die man, het was een man, die zei tegen mij, we kunnen voor u het stemlokaal ook lager zetten. En toen, maar ik dacht, wat de fuck? En toen draaide hij me om, had hij tegen een man in een rolstoel. Oh, wow. Nee, dit is voor mij wel nieuw. Omdat dit is de eerste verkiezing dat ik niet alleen voor mezelf ga stemmen. Och, rot toch op. Ja. Voor je kind. Nee, ja. Nee. Sorry ik word hier zo... Ik vind dat nog egocentrischer. Al die mensen die opeens om het milieu geven... omdat ze nu zelf een fucking kind hebben... Hij zit in jouw team. Ja, ik zat net te denken, want... Ja, maar jouw kind niet. Nee, ja. Wat is dat nou? Dat vind ik zo... dom, kortzichtig gelul. Het is ook raar. Een kind dan opeens is alles belangrijker geworden. Nee, maar dat is ook raar. Want ik heb al die zorgen heb ik ook echt pas sinds mijn vriendin... Ik heb wel meer zorgen sinds mijn vriendin zwanger raakte. Dat ik ja. Wat nu? Wie is zij? Wie is dit? En waarom nou? Werkte er Jan-Jaap van der Wal niet? Terwijl ik toch in 99% van de gevallen ben. Maar nee, even serieus, want we hebben hier, Manu is de enige van ons allemaal... die gewoon eerlijk heeft gezegd welke kant ze op gaat stemmen en welke partij op. Als ik het zou weten, zou ik het zeggen. Want ik vind dat ook altijd een beetje onzin van BN'ers die dan op tv zeggen... ik ga het niet zeggen, want misschien beïnvloed ik dan mensen. Ja, maar jij bent nog geen BN'er. Nee, maar... Ja, maar ik mag je graag... Nee, maar ik ben hartstikke dol op je, maar daar ben je nog. Nee. Zelfs niet na Expeditie Robinson. Zelfs niet, nee. Heb jij daar niet gezeten? Ja, zeker. Oh, ja. Ja. Oh, dat heb ik helemaal gemist met je. Nee. Nee. De lul van Peter had meer exposure bij Expeditie Robinson dan ik. Maar wordt het wat met deze verkiezingen? Die waren belangrijk. We hebben nog 6 dagen. En dit waren de belangrijkste verkiezingen in decennia. Er moet een hoop gebeuren. Gaat het lukken? Ja, waarschijnlijk zijn er 6 partijen misschien wel nodig. Ja. Ze maken allemaal daardoor meer kans. Dus ook Wilders. Het wordt milder. In dat kader, als ik even mag... terug van even 1 week weg geweest. Mijn zeer succesvolle rubriek. Ja, er is een tune. Kleine weetjes met Jan-Jaap van der Wal. Ja. Ja, daar is hij. Hij was er even een weekje niet bij. Ja. Hij is uit de uitzending gehaald. Er zijn harde woorden gevallen ook. Ik heb mensen daarover aangesproken. Er zijn dingen gezegd als jammer... Niet meer doen. Je neemt mensen hun grootste plezier in de week af. Nou, dat soort dingen zijn er allemaal genoemd. Nee, wat... Manu, ja, mag ik eigenlijk vertellen dat je soms ook in Antwerpen woont? Ja, ja, mag okay. ik woon in Antwerpen. Ja, nou... Ik woon in Antwerpen. Manu woont in Antwerpen. Super. En ik ook. Ja. Nou, ja, nee, maar, en we komen elkaar wel eens tegen. Maar we hebben een beroemde meneer in Vlaanderen. Laat hem maar even zien. Dat is deze meneer. Dat is Michel van der Branden. Dat is, zeg maar, de Vlaamse versie van Peter Gillis. Oh ja. Zo ziet hij er ook uit. Ja. Het is een zeer succesvolle ondernemer. En die wil de politiek in België. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Dus hij is ook stap gegaan in het parlement met, laat maar zien... Tom van Grieken, dat is die meneer op rechts. En dat is de leider van Vlaams Belang. Zeg maar de Vlaamse versie van de PVV en Forum voor Democratie gecombineerd. Zijn allemaal vrienden daar. En deze man links, succesvol ondernemer, wilde heel graag ook de lijst. En die man is echt populair in Vlaanderen. Dus die wilde ook de lijst bij Vlaams Belang. Toen hebben ze bij Vlaams Belang een analyse gemaakt van zijn Facebook-posts. En toen hebben ze gezegd, jij mag niet... Ook de lijst, want je bent te racistisch. Dat is goed, hè? Ja. Dus bij Vlaams Belang... Dus de Vlaamse PVV zegt ze... Jij bent te racistisch. En nu is hij heel boos geworden en nu heeft hij gezegd... Ik stem volgend jaar blanco.
Wat op zich weer racistisch is. Dus het klopt wel. Dus om maar te zeggen, hè, niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen worden de extreme partijen milder. Ja, ja, mooi. Dit was... Leuke kleine weetjes met Janja van der Wal. Ja. Mooi. Er was budget. Harm, als ik even mag. Ja. Je weet, ik gun Janja op de wereld. En deze rubriek is wel erg populair geworden dit seizoen. Heel populair. Op straat, ik word aangesproken. Hey, kijk elke week, verheug me vooral op Janjaap. Ik ben ook een artiest. Janjaap is een grote vriend, maar ik heb ook een ego. Dus ik denk dat de hoogste tijd is om mijn eigen rubriek te introduceren. Jongens, kom maar. Ik pak het iets groter aan. Ik zeg 3, 2, 1... Er is nieuws van Peter Pannenkoek. Er is nieuws van Peter Pannenkoek. Verbazingwekkend nieuws van Peter Pannenkoek. Kijk eens aan, hartstikke goed. Ja. Het is wel meteen dat de trui van Harm ineens meevalt. Ja, dit is dezelfde stylist. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem is gesloten vanwege wateroverlast. Water heeft de neiging om het laagste punt op te zoeken. In deze omgeving zijn wij dat toevallig, zegt directeur Monique Verbe tegen Omroep Gelderland. Ondanks dat wij gek zijn op water, is dit te veel van het goede. Outro, let's go! Dit was het nieuws van Peter Pannenkoek. Dit was het nieuws van Peter Pannenkoek. Verbazingwekkend nieuws van Peter Pannenkoek. Mooi. De mannen van Wacht Even. Ja, leuk hoor. En ook leuk dat het outrootje langer was dan het hele nieuws. Ja. Hou ik ook van. Het is nog 6 dagen tot de verkiezingen en de campagne is in volle gang. Met lijsttrekkers die meedoen aan ludieke acties en oneindig veel debatten. Er zijn veel zwevende kiezers. 6 op de 10 mensen twijfelen nog op welke partij ze gaan stemmen. De BBB staat er inmiddels zo beroerd voor in de peilingen dat ze nu alvast een poster hebben gemaakt voor na de uitslag. En dan volgt nu een boodschap in de zendtijd voor politieke partijen. Zweef jij ook nog? Kan jij moeilijk besluiten nemen? Daar hebben we nog geen antwoord op. Nee, nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Dan hebben wij de partij voor jou. NSC. Niet super concreet. Wil jij ook verandering? Of juist dat alles zo moet blijven zoals het is? Of allebei? En... Heb jij ook maar 1 anekdote die je bij elke sociale gelegenheid uit de kast haalt? Het kinderopvangtoeslag, schandaal. En word jij ook zo moe van de politiek? Stem NSC. Niet super concreet. Hey, poepzakjes. Je denkt natuurlijk, kut, de video is voorbij. Wat moet ik nu doen met mijn leven? Boeken lezen, Tolstoj, Goethe, Hannah Arendt? Of word ik lid, like en abonneer op ons kanaal? Minder moeite, zelfde effect.